Willem Oltmans, wereldburger, journalist, onlangs 60 jaar geworden. En hij schreef in zijn leven al wel 31 boeken. Maar aan die stroom komt voorlopig geen einde, want binnenkort verschijnt deel 1 van zijn memoires. En dat worden daarbij nog eens een keer 11 delen. Hij hield al vanaf zijn 9e jaar het dagboek bij. En voor dit eerste deel heeft hij 55 klappers, tezamen bevattende 25.000 pagina's, teruggebracht tot 274. Ik zou zeggen, een daad van bescheidenheid. Dames en heren, Willem Oltmans. Dag meneer Oltmans. Gaat u zitten? Nathan zit. Van Dis is de naam. Meneer Oltmans, wat mag ik u te drinken aanbieden? Niks, graag. Helemaal droog. Nou, ik heb daar flink... Goed, memoires. Ja, dat is allemaal van u en dat komt allemaal aan bod. Memoires. Jong begonnen met het schrijven van een dagboek. Had u al jong het gevoel dat u voor iets belangrijks in de wieg was gelegd? Dat zijn twee verschillende dingen. Schrijven hoef je niet te doen omdat je denkt dat je voor iets belangrijks in de weg in de wieg bent gelegd, of wel? Nee, maar het feit dat je alles vastlegt dat je meemaakt, misschien wel met de gedachte zeg, dat... ik vind hier... Ja, dat moet er gewoon even over. Ja. Als u nou naar mij luistert... Ja, ik luister. Ja. Het feit dat je zo jong dingen vastlegt... Ja. En mogelijk met de gedachte dat men daar later in geïnteresseerd is. Oh, ik ben erin geïnteresseerd. U heeft het alleen voor uzelf gedaan. Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk, want als je... Ik heb dat dagboek voor mezelf geschreven, maar wel met het idee, als ik een keer matured ben... Opgegroeid, volwassen. Juist. Hm? Dat er dan een moment zou komen om daar eens een boek van te maken. Of boeken, ja, dat wel. Arrière-pens in het achterhoofd, maar... Ik heb het geschreven uit armoede, denk ik. Hè? Uit gebrek aan contact. U was een eenzaam ventje? U mag het in alle talen zeggen. Ik denk in het Engels. Zoals wij allemaal, natuurlijk. Vond u zich belangrijk? Zeer, voor mezelf. Ja. Ja. Steurt het u dat bijvoorbeeld de Nederlandse journalisten u niet belangrijk vinden? Nee, helemaal niet. Heel vroeg afgeleerd. Want ik weet wat voor vlees er in de kuip zit. Hè? Dus ik heb veel van die journalisten natuurlijk ontmoet. Maar en niet allemaal vinden ze het blijkbaar. Ik ken er een die het niet vindt. Terwijl u die vijf... zit hier. Ik vind het boek dat u geschreven heeft, die memoires... vind ik, hoewel ik het dus niet eens ben met uw nationale en internationale besognes in de politiek... Daar weet je niks dit van. Dit boek vind ik een ontroerend boek. Zeker waar het gaat om de correspondenties van een adolescent met zijn studievrienden, zijn twijfels. Dat is een boek dat mij zeer verrast heeft. Dat heb ik gezegd. Kijk eens aan. Maar ik zit hier niet om uw complimenten te geven. Nee, dat weet ik. Ik zit om hier met u een gesprek te voeren. Ja, sorry. En u zult... hopelijk daarop antwoorden. Ik probeer het. We gaan dus rustig door. Hoe was het bijvoorbeeld om 55 delen door te bladeren? Vol vatjes en vijfjes. Een erlevenis. Ik vind dingen waarvan ik absoluut perplex stond. Waar stond u zo perplex van als u terugkeek? Ach, ik... mijn moeder leefde nog en... Die kwam eens logeren bij mij en zei op een middag... heb jij Gaspard de la Nuit van Ravel? Ik zei ja, dus ik ging die plaat zoeken en ik draaide hem... en toen zat ze te luisteren. En toen zei ze, dat is geen Fransman die dat speelt. Dat trof me zeer, want het was Walter Gieseking. Hè? En ik dacht toen, mijn moeder was toen 77... Dat is toch frappant, hè? Ik leerde haar eigenlijk op haar zeven toch nog... Ik was daarvan onder de indruk dat ze zo zuiver dat kon horen. Hè? Nou, dat zijn dingen. Als ik dat niet had... Dit is nog maar... Je vroeg een voorbeeld. Dit schiet me nou te binnen. Als je dat opgeschreven hebt, omdat het je gefrappeerd heeft... dan is dat iets
voor mij was het heerlijk om dat terug te kunnen lezen, begrijp je? Ze is er al lang niet meer en ik vond dat een mooi moment. Het reden dat uw moeder niet meer leeft, is dat ook een beetje de reden waarom u nu met uw memoires komt? Nee, heeft er helemaal niks mee te maken. Ik heb nu even tijd. En ik vind, je moet tot je... Ik geloof, Sartre heeft Les Mots ook geschreven op zijn 60. Ik geloof, je à un certain âge, c'est Thibault. On ouvre la bouteille, on ferme le pantalon. Je gaat op een gegeven... Nou, ik wil niet zeggen dat doe ik niet. Maar je komt dus op een gegeven moment, op een punt... dat je denkt, nou ga ik het eens terugkijken. En dat, die Pandora's box heb ik nu geopend. En ik ben erg blij dat je dat met genoegen hebt gelezen. Ik ben benieuwd naar de 11 delen en vooral waarin u dan uw politieke openbaringen geeft. Ja, nu gaat Sukarno arriveren. Hè? Ik bedoel, nu, hier moest ik even doorheen, want je moet een fundament maken. Je kan niet iets blauw en in eind beginnen met... ik kwam Sukarno 10 juni 1956 in Rome tegen. Ik moest even dit maken eerst. Maar ik hoop van harte dat het interessant wordt. U heeft blijkbaar de tijd ervoor, want ik heb begrepen uit een artikel in NRC Handelsblad dat u de journalistiek verlaten heeft. Ja, dat stinkende artikel en van de mag ik even uitpraten? Dat u de journalistiek verlaten heeft en dat u zich gaat vestigen als consultant. Ja, allemaal geklets. En ik zal je wat vertellen. Hè. Meneer van de NRC is natuurlijk een boef. Het betreft hier een artikel van een collega van mij, de heer Van der Zee, correspondent in de Verenigde Staten. Oh, is het een collega? Die u ontmoet heeft aan een zwembad in... Ja, luister, als je met een zwembad zit, hè, dan hoef je dat toch niet de volgende dag in groot opgemaakt op een voorpagina van de NRC te vinden van het bijvoegsel. Dat was toch een beetje kras. Maar de dingen die u hem daar zei... Klopt. Dat u zich als consultant ging vestigen. Dat u voor Boutersen ging werken. Dat u een bananenplantage... Voor Boutersen ging werken? Nou ja, adviseren. Dat is toch een zeker... Wie? U? Nee, dat was professor Albedaar. Ja, niet alles door elkaar. Ja, dat doe jij. Nee. Het is ook een feit dat u in opdracht van de heer Boutersen... professor Albedaar heeft proberen te strikken... voor adviezen in Suriname. Ik heb geprobeerd Albedaar te strikken, ja. Maar dat had ik die vent van de NRC niet verteld. En omdat die vent van de NRC op het trottoir zijn nieuws moest vinden... want ik zat op het paleis bij Boutersen... Ja, hij wilde verschoond blijven van dergelijke bezoeken misschien. Een journalist die verschoond wenst te blijven... als hij naar Suriname gaat van een gesprek met de legerleider Boutersen... die heeft er niks van begrepen. Ja, maar een journalist die de hielen likt van legerleider Boutersen... en dan een boekje schrijft... dat door de regering van Suriname wordt uitgereikt aan bezoekers... die heeft er ook niks van begrepen. Nou, maak je het een beetje te bont. Want in dit boekje, je hebt het natuurlijk niet gelezen, het is ook nog dit. Dit heb ik een maagdelijk exemplaar voor Nee, ik vind het niks. Ja. Maar in dit boekje staat dat Boutersen verantwoordelijk is voor de 15 moorden van december 83. Vandaar dat het in geen enkele boekwinkel in Suriname te koop is. Het mag en in Suriname niet verkocht worden en hier staat er niet in... Als ik hier had geschreven, Boutersen heeft de penissen persoonlijk afgesneden... en die met saté en van die geserveerd... Ketchup, Ja, ketchup. Dan zou ik dat boekje 100.000 hebben verkocht. Ja, maar het is misschien uw lot dat u niet 100.000 boekjes verkoopt. Nee, dat is maar voor een enkeling weggelegd. Als je dus een boekje schrijft wat beide kanten wat een rustig boekje is over deze meneer... dan ben je en in Suriname zit ik fout en hier zit ik fout. Hindert niks. Ja, maar uiteindelijk de Surinaamse regering was toch wel tevreden met het boekje? Het is toch ook een vrijend boekje? Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, is niet te krijgen. Nee. Het ligt nergens in de boekwinkels. Maar... Want Boutersen heeft mij zelf gezegd dat hij er nogal geschokt door was. Omdat hij dat zo toch liever niet had gehad. Maar hoe kunt u zich aan kanailleren? Nou, ik vind dat u blij had moeten zijn met dat boekje, zei ik tegen Boutersen. Waarom valt u zo op gekleurde dictators? Wat wou u met die Boutersen? U had Castro gehad, u heeft, hoe heet die andere? Nu moet je jezelf nou niet helemaal blootgeven natuurlijk. Hè? Want waar haal je dat gekleurde vandaan? Nee, ik zie daar geen verschil. Ze hadden elke kleur kunnen hebben, dat trekken we precies, terug. Het gaat om, waarom had u dat, dus ja maar uw flirtations... Ja, het me Sukarno was ook bruin. Ik bedoel ermee Castro, Boutersen... En Arbatov, Sukarno, die is zo blank als jij. Ook een dictator. Is Arbatov een Ik dictator? Vraag het, ik heb het over dictators. Aha. Maar waar komt die belangstelling van u voor dictators vandaan? Nou, ik vind dat je onzin zit te vertellen. Want A,
Sukarno was natuurlijk geen dictator, helemaal niet. Je hebt zijn achterste ook nooit gezien. Wel? Ja, in vele jaren. En ik weet precies wat dat voor een meneer was. Dus je moet mij niks vertellen over dictators. En Boutersen was niet meer een dictator. Maar dat is hij juist helemaal niet. Boutersen probeert met alle mogelijke moeite, al die strijdende facties, want er zitten in Suriname ook 16 partijen, net zo gek als in Den Haag. Dus om daar een beetje orde op zaken te stellen, daar heb je een heel geduldig temperament van. Dat heeft die kerel, die was veel te lang. Een geduldig temperament met een machinegeweer erbij. Er is toch geen sprake van democratie in Suriname, meneer Oltmans? Er wordt gemarteld, er wordt gemoord, er wordt geklaagd. Wou je dat allemaal ontkennen? Nee, het staat erin. Als je het gelezen had, had je geweten. Ja, maar ik heb het over het huidige Suriname, de corruptie. Het huidige Suriname. Ja, maar weet je wat ik nou zo pathologisch vind van dit soort vragen? Ja. Waarom stel je deze vragen nou niet eens aan mevrouw Schoo? Als mevrouw Schoo hier komt, hebben we het ook over. Maar ik heb het nu met meneer Oltmans. Want diezelfde. Ja, maar je stelt mij dus een vraag, hè? Over dictators en regimes waar gemoord en geplunderd wordt. Ja. Nou, nee, Indonesië. Ja. Ja. Waar Suharto eerst 500.000 mensen koud gemaakt heeft. Daarna alles wat op democratie lijkt al 20 jaar met voeten treedt. Daar pompen we miljarden guldens in. Gisteren stond in de NRC dat Amnesty International ervan overtuigd is dat het Indonesische leger martelt en plundert. En we sturen haar majesteit de koningin. En lunch gaat. Ik bedoel, wat maar wil je vind nou? Het volgende. En dan zijn er 15 doden gevallen in Suriname en we hebben de hik. Ja. Het dat slaat nergens op. Nee, maar vindt u, meneer Oltmans. Psychiatrisch. Luister eens even, meneer Oltmans. Ja, vindt u. Meneer Van Dis. Dat de ontwikkelingshulp in Indonesië stopgezet moet worden? Die had er nooit moeten wezen, natuurlijk. Goed, waar klaagt u dan over dat de ontwikkelingshulp naar Suriname is stopgezet? Er was een verdrag gemaakt met Suriname, ja, waarin bepaalde dingen stonden die niet mochten overtreden worden. Ja, die zijn overtreden, dus dan krijgen ze geen geld meer. Nou, dan heb je het niet gelezen, maar dat is weer. Tot op de kleine lettertjes toe, meneer Oltmans. Er is in het verdrag met Suriname geen enkele clausule opgenomen over opzeggen van dat verdrag. Geen enkele. Nederland heeft het eenzijdig opgezegd. Op gronden die absoluut geen steek houden. Nee, dat staat er helemaal niet. Als ze het voorbrengen voor het Internationale Hof van Justitie, wint Suriname het. Want Nederland heeft de verplichting op zich genomen om dat aan Suriname te geven. Het is kletsende ruimte wat je zegt. En het weet ook iedereen. Maar de Nederlandse regering is blijkbaar niet overtuigd. Ja, maar laten we. En er zijn ook stemmen in Suriname die er niet voor. In de patentezels die nu weer het Nederlandse beleid in Suriname in elkaar draaien, daar kan ik niet, ben ik niet verantwoordelijk voor. Hè. Waarom de Nederlandse regering dit doet, is mij niet duidelijk in ieder geval. Maar acht u dat nou de rol van een journalist om bijvoorbeeld te bemiddelen tussen twee landen, om met ambassadeur Hoekman destijds in Suriname gevestigd te spreken over betere contacten? Ja, vind ik heel belangrijk. Ja. Maar bent als u, ik u dan niet meer het terrein van de diplomatie dan van de journalistiek? Wat wil je nou doen? Wil je nou een vraag stellen of 12 tegelijk? Laten we er nou 1 tegelijk behandelen. Goed. Hè? Goed. Past dit binnen het terrein van de journalistiek? Dat vind ik dus wel. Want als er dus een situatie is met Indonesië of met Suriname, waarin de diplomatieke betrekkingen zijn verbroken. Hè, en al die rotzakken die hebben niet de moeite genomen om naar Boutersen zelf toe te gaan. Die schrijven over Boutersen, die kletsen over Boutersen en die weten geen moer van die man af. Nou, waarom ik de enige ben geweest die wel naar Sukarno gegaan is, weet ik niet. Daar kan ik ook verder niks aan doen. Maar ik ben wel naar Sukarno gegaan en heb een hele goede betrekking met die man. En ik heb gelijk gekregen. Nieuw-Guinea is overgedragen. Goed. Ja, maar toch niet dankzij u. Met Boutersen. Nou, dat moet je het eens goed lezen. Maar dat doe je niet. Ik vind het een charmant trekje, hoor. Nee, het heeft niks met charmant te maken. Je moet gewoon eraan houden dat ik op 6 april 1961 op het Witte Huis ben geweest in Washington. Het is allemaal geschreven in dat dikke boek wat je hebt, Vaderland Getrouw, bij Walt Whitman Rostoff. Daar een memorandum van 12 pagina's heb overhandigd, wat nou in de Kennedy Library zit. En op dat moment is de Kennedy-regering omgegaan. En dat weet je, dat had je moeten weten, anders had je dit gesprek niet moeten voorbereiden. Ja, dat had ik moeten weten, maar ik lees het en ik moet erom glimlachen.
glimlachen. Ja, glimlach je maar, maar het dossier ik geloof er geen ene fluit van. Ik geloof wel in die bemiddelingsrol. Dat is jouw probleem. Maar ik geloof niet dat u zulke wereldomvattende zaken kunt doen veranderen. Is dat niet wat mag een beetje al te eerzuchtig? Zit je hier nou stoer te doen voor een televisie? Nee, ik zit hier niet stoer te doen. Ja, kom, zeg maar dat je grootje weet. Ik ben zeer geïnteresseerd. Nee, je bent helemaal niet geïnteresseerd. Je zit hier rotzooi te maken. Dat moet je met mij niet doen. Ik heb 2 dagen geleden een uitstekend gesprek met je gehad. En dan zit je gewoon blijkbaar stoer te doen tegen redacteuren van je club. Meneer om mij eens even lekker hier in de maling te nemen voor een televisiecamera. Je kan opdonderen, ik denk er niet over. U blijft hier zitten, we gaan door. Dat zullen we nog zien. Als je zo doorgaat, ben ik zo vertrokken. Want ik heb je niet nodig. Ik ben ook niet geïnteresseerd in je gelul. He? Van, ik geloof er geen... Dan vraag me dan geen vragen ik als je zegt dat je er niets gelooft. Ik heb in het voorgesprek met u gezegd... Ja, ja, je zit hier de boel zwaar te bezorgen. Nee, ik heb in het voorgesprek met u gezegd dat ik het boek met plezier gelezen heb. Dat blijf ik zeggen. Ik heb u maar als je hier gaat verkondigen voor een televisiecamera... als ik je antwoord, een behoorlijk antwoord geef op een vraag... wanneer ik dat memorandum aan de Kennedy-administratie... Ik geloof dat u het memorandum hebt gegeven. Nou. Ik ontken... te geloven. Ja, dat kan dat wel. Door memoranda, dat door memoranda wereldbeslissingen worden genomen. Ik vraag me af of uw rol niet. Ik heb alleen gezegd, Nieuw-Guinea ging naar Sukarno een jaar later, dat is alles. Ja, maar dat is toch niet alleen maar door u alleen geschiet? Daar wordt toch op een breed politiek vlak over gesproken. Ja, daar zijn een stel andere mensen aan het pas gekomen nadien, ja. Maar vindt u in alle ernst en in alle respect niet dat u uw rol iets wat overdrijft? Nee, zo is het precies. Als je wacht op deel 3 of 4, dan zou je het kunnen lezen in extenso op datum en uur. Ik overdrijf niets. Wat had u mij iets als u en wil? En hetzelfde geldt voor Boutersen. Hè? Jullie zitten hier allemaal op die man te schelden. En schrijven de meeste rotstukken in de kranten. En ze hebben geen flauw idee wat dat voor een man is. Ik ben er naartoe gegaan, heb 7 reizen gemaakt. Ik heb daar me goed in verdiept. En niet al a priori tegen, hè? Zoals jij tegen mij nu zit te praten, in tegenstelling van 2 dagen geleden. Maar ik ben werkelijk me open gaan stellen voor wat wil deze man. En dat staat in dit boekje. En jammer dat je het pas eergistermiddag kreeg, want je hebt het natuurlijk niet kunnen lezen. En dan vind ik, moet je me erop aanvallen. Maar niet even op donderdagavond een boekje in de bus gegooid krijgen. En dan op dinsdagavond en dan op donderdag mij hier even denken dat je mij over Bouters in de clinch kan nemen. Die vlieger gaat niet op. U heeft geen idee hoe snel een mens kan lezen. Ja, maar je moest ook mijn dagboek nog even lezen wat je eergisteren kreeg. Dat heb ik niet. 200... U moet dus ophouden met voortdurend uit de school te gaan klappen over zaken die er niets mee te maken hebben. Ik heb dat dagboek een week geleden gelezen. Ik ben niet begonnen, meneer Van Dis, met deze onaangename toon, maar je kan me precies zo krijgen als je wil. Ik verdom het om zo hier te komen en dan daar dergelijke aanvallen te krijgen die je misschien worden ingeleperd door redacteurs die geen zin hadden in dit programma. Alles wat hier komt, komt hier volkomen toevallig uit mijn eigen hoofd. Ik ben geïnteresseerd in u. Nou, dat, ik draag u een warm dat hart. Dat begrijp ik niet, want als je dan geen woord gelooft van wat ik schrijf, en denk dat ik alles uit mijn duim zeg, snap vind, ik niet dat je me gevraagd hebt. Omdat ik het een interessant fenomeen vind dat u de hele wereld kent. U heeft overal toegang. Nou ken ik weer de hele wereld. Ik ken helemaal niet de hele wereld. Maar u komt... Laten we een ander voorbeeld noemen. U heeft toch contacten met die Aalderink-club van meneer... Aalderink van ja, daar heb ik contacten mee. Ja. En daar brengt u Russische journalisten en Amerikaanse journalisten en Europese journalisten bij elkaar. En de zoon van meneer Gromyko, ja. Daarin speelt u een belangrijke en positieve rol, heb ik begrepen. Ik heb die hele zaak in elkaar gezet. Alles, van A tot Z. Hoe legt u die contacten? Nou, zoals ik ze ook dacht dat ik ze met jou legde. Heel plezierig. Maar als ze dan omdraaien op een gegeven moment, dan ga ik naar het volgende adres natuurlijk. Ik hou daar helemaal niet van dit soort trucjes. Ik vind journalistiek bedrijven, als dat moet gebaseerd zijn op rotte vragen stellen en... iemand in zijn hemd zetten. Nee, ik ben... Ja, dat is die nieuwe journalistiek van Amerika, hè, die hier dan de ingang. Gisteren schreef André Spoor het nog in de NRC. Hè. Onevenwichtig, onbetrouwbaar en arrogant. En dat is de nieuwe journalistiek. En ik geef hem gelijk daarin. Zo is het inderdaad. Waarom moet jij bewijzen dat je mij eens even flink aan de tand zal voelen? Omdat op de basis van een boekje die je niet gelezen hebt.
En dan eens eventjes iemand voor schut zetten ergens. Ik ben er niet op aard u voor schut te zetten. Ze schelden allemaal op Sonja Barends, maar die doet het een stuk beschaafder. Ik ben er niet op aard u voor schut te zetten. Ik ben er op aard u stevig aan de tand te voelen. Dat mag je, opdat maar ik interessante op een faire wijze. Krijg. En niet zo van, maar hoe ken je de hele wereld en hoe ken je dit? Want dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik ken veel mensen, ja. Hoe legt u internationale contacten? Zou u ons daar iets over kunnen vertellen? Nou, door bijvoorbeeld, als ik denk, in Suriname speelt zich iets af wat doodzonde is. Want tenslotte hebben we daar 300 jaar gezeten. En als je in Miami in een Surinaams vliegtuig stapt en die stewardessen spreken Nederlands, dan denk je, ja, er is hier een stuk Nederlands aan de andere kant van de Evenaar. Ik ben op het moment dat het heel kritiek was daar naartoe gegaan en heb via meneer Herrenberg toegang gekregen tot meneer Bouters, omdat hij wist dat ik ook in de tijd de enige journalist was die naar Sukarno was gegaan. En zo heb ik dus een zeer bruikbare relatie met Bouters opgebouwd, die erop gebaseerd is dat ik hem niet achter zijn rug om broddel of verneuk of rotte stukken schrijf. Nee, ik zeg het hem recht in zijn gezicht. In dit boek heb ik gezet, u bent verantwoordelijk voor die moorden. En dat vond hij ontzettend vervelend. Maar verder heb ik ook een andere kant van die man laten zien. Nou, door gewoon te gaan. Kunt u er begrip voor opbrengen dat de Surinamers hier dat voor een deel niet respecteren? Nou, dan zou meneer Haakman niet volgende week mijn advocaat zijn. André Haakman, de vicepremier van Suriname, is mijn advocaat in een kort geding tegen de NRC Handelsblad. En dat zou hij zeker niet op zich hebben genomen als hij mij niet zou respecteren. Nou, meneer Haakman is geen directe aanhanger van meneer Bouters. Toch zijn er stemmen in Suriname die u bekritiseren. Ja, nou, gelukkig. Ja, dat is gezond verschijnsel. Er zijn ook hier stemmen die me bekritiseren, maar dat laat Siberisch koud. Want meestal weten ze niet waar ze over kletsen. Nou wil ik wel een glaasje water, want ik heb me zo moeten inspannen om dit recht te trekken. Wat leveren die publicaties, meneer Oldmans, nu eigenlijk op? Geen ik ook zo benieuwd naar. Nee, niet financieel. Oh, pardon. Ik bedoel het volgende. U komt voortdurend met fantastische theorieën. Dat weer? Dat mag ik toch zo samenvatten? Je mag alles zeggen, maar ik vind het niet gezellig dat je mijn oeuvre, wat daar achter het gordijn ligt, dat je dat samenvat als fantastische theorieën. Dat vind ik. U weet helemaal niet waar ik naartoe ga. Oké. De vraag is dat u allerhande theorieën noteert, waarin bijvoorbeeld staat dat Texaanse oliebaronnen Kennedy zouden hebben vermoord, of de CIA wilde via Greet Hofmans koningin Juliana wippen. Het vervelende is, durf ik te constateren, dat het veelal oncontroleerbare feiten zijn. Nou, als je nou met die Kennedy-zaak, hè, waar die Texas oil people, hè, de meest intieme vriend van Oswald was dus een Russische oliemagnaat, graaf de Morenschild. Nou, daar heb ik me 10 jaar in verdiept. Ik weet niet of jij 10 jaar naar Dallas bent gegaan om uit te zoeken wat precies die relatie was tussen die oliebaron en Oswald. Nou, Oswald heeft hem doodgeschoten, zeggen ze. Nou, in die 10 jaar zijn mij bepaalde gegevens bovengekomen bij die meneer. En toen die op het punt stond om zijn hele verhaal bij de NOS-televisie en Strengholz uitgeversmaatschappij vast te leggen, werd hij vermoord. Ja, dat nou, maakt het kan een je beetje dus, ja, dat maakt het voor mij heel vervelend. Ja, maar er zijn, ik geloof, 38 mensen vermoord in de Kennedy-zaak die daar te dicht bij de bron kwamen. Nou, maar het is toch een opmerkelijk verschijnsel, meneer Oldmans, dat u bij de oplossing van de moord van Kennedy klaarblijkelijk de sleutel heeft, in de hand heeft gehad? Dat wil ik niet zeggen, maar ik was er dichtbij. En daar heb ik een boekje over geschreven. Maar heeft dat uw aanzien in de wereld gegeven? Interesseert mij absoluut niet. Of jij of de wereld, wat is dat voor een snapbegrip? Het aanzien in de wereld, who the hell cares? Geef jij erom? Jij blijft misschien wel, maar ik niet. Ik zou vind het wel prettig om serieus genomen te worden. Ja, nou, ik dacht dat ik dat door jou ook werd. Want anders was ik hier niet naartoe gekomen. Er zijn delen van uw persoonlijkheid die ik beslist serieus neem. Ja, maar iedereen is gefragmenteerd. Freud noemt het, we zijn een collage. Er zijn ook delen waardoor u een kleurrijk, interessant verschijnsel in onze samenleving vindt. Ja. Maar dan ben ik het niet op alle punten met u eens. Daarin dat heb is ik iets nooit, anders. Meneer Oldmans, met u mooi weer over gespeeld. Dat weet u ook heel erg goed. Ja, maar luister, meneer Van Dis. Ja. Als u mij hier vraagt in uw programma,
En u komt, slaat om als een blad. En zit hier dingen te verkondigen van nemen ze u serieus, et cetera. Dat is half het valt mij zo op, als ik bij Veuze wil spreken, de tegelslichter van serieus. Henk Hofland neem. Ja. He, dan staat in dat veel critici... Maar waarom is van Gouwjachter Hofland? Waarom praat je niet met mij? Omdat ik wil een autoriteit aanhalen die precies hetzelfde zegt. Dat men u klaarblijkelijk... Wat niet serieus dan? Lees het dan. Nou moet ik het weer wel voorlezen. Ja, 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 ja. Of zal ik heel als je ergens citeren. Over begint, maak het dan in godsnaam. Of zal ik Hilterman citeren? Ja, nou zal kom je weer met Hilterman. Ja, die vindt u een eerzuchtige, pathologische ik persoonlijkheid. Dat kan best. En zo zullen er een hele hoop zijn in Nederland die dat vinden. Maar ik vind ook een hele hoop laag slightly geschift. Maar dat is toch geen basis voor een conversatie tussen een... more or less met een Nederlands televisiepubliek die daar naar die onzin gaan zitten luisteren. Ik wil u serieus nemen in mijn programma. Nou, ik had dat gehoopt. Dus wil ik u ook het vuur min of meer aan de schenen ja, leggen. Ja, maar dat moet je niet zo doen, hè. Dan moet je toch van andere huizen komen. Ja, dat kunnen want, we natuurlijk. Want als je dit op zo'n onaangename manier gaat doen, dan moet je toch bij een ander aan. Dan kunnen we beter hier een streep onder zetten. We gaan gewoon nog even dapper door. Waar staat uw politiek? Dat gaat niemand een flikker aan. Maar u heeft dus gezegd in een humo-interview, als ik zo vrij mag zijn dat te citeren... ik geloof niet in politieke partijen, ik vind het allemaal bullshit. Ja, wat we moeten hebben, ook in Amerika, is een eenpartijsysteem. Nou, ik weet niet wanneer ik dat gezegd 76. heb. En als ik dat zo gezegd heb, ben ik het daar niet mee eens. Maar ik geloof... Nee... Ik heb niet gezegd, net als in Amerika, een eenpartijsysteem, want dan heb je weer verkeerd opgeschreven. Nee, dat staat er ook niet. Oh, een tweepartijsysteem. Nee, wat we moeten hebben, ook in Amerika. Nee, daar heeft verkeerd over genomen. Wat ik gezegd heb is, we zouden net als in Amerika, want in Amerika is geen eenpartijsysteem. Nee, dat is een tweepartijsysteem. Ja. Dus maar in Rusland is wel een eenpartijsysteem. Ja, maar nou haal je de Rusland bij. Ik vind het best. Nee, maar ik dacht laten misschien... we even afmaken. Nee, maar ik dacht, meneer Holtman, ik ben heel helder. Uit? Ik ben nergens op uit. Ik wil alleen vragen. Ik dacht, u die zo vaak komt in Rusland, vindt dat misschien een prima systeem? Dat is de vraag. Een prima systeem? Ik maak nou eens af, behoorlijk, dat ik misschien gezegd heb... Nou, we zouden een tweepartij, want deze 18 partijen die we nou hebben, is natuurlijk de risée van Europa. Maar als u in het stemhokje staat... Ik heb nog nooit gestemd, want ik woon hier niet. U bent ingezeten? In de Verenigde Staten. Dus ik heb nog nooit in mijn leven gestemd en ik zou het ook beslist nooit doen. Terwijl dat nou werkelijk een manier is... Ik geloof namelijk dat een journalist geen politieke partij moet aanhangen. Daar ben ik zeer tegen. Ja, maar ik vind het ik vind een journalist moet niet schrijven voor het Parool of voor de Volkskrant of voor... Ik vind een journalist hoort onpartijdig niets met politieke partijen te maken. Maar u vindt wel dat een journalist zich moet laten betalen door regeringen om boeken te schrijven die bijvoorbeeld hun standpunt verduidelijken? Zit je nou iets te insinueren? Nee, ik vraag iets. Ik insinueer... Maar welke journalisten... Wat bedoel je met journalisten die zich door de regering laten betalen? Neem bijvoorbeeld het boek over Arbatov. Dat heeft u toch min of meer in duidelijke afspraak met de Russen gemaakt? Dat was toch voor hen ook interessant om de mening van Arbatov hier in het Westen te zien? Oké, wat voor afspraak heb ik met de Russen gemaakt over dat boek? Waren de Russen niet geïnteresseerd in het feit dat dat boek... Nee, want ik heb er tien jaar over... Hebben ze u niet uitgenodigd? Hebben ze u niet vliegtickets gegeven? Absoluut niet. Ik heb nog nooit een vliegticket van Arbatov gehad. Mijn hele leven niet. En ze waren er zelfs... Ik heb 10 jaar moeten zeuren bij Arbatov om dat boek erdoor te krijgen. Toen kreeg hij een hartaanval in 1980. Toen moest hij weer een jaar wachten. En het is pas in 81 uitgekomen. Zie je... Ik weet niet wat je van plan bent om hier te doen, maar ik zou het hele gevalletje schrappen. Want het is geklets in de ruimte. Je komt met dingen aan, ik weet niet wat je redactie in godsnaam mensen, van plan was om te doen. Dingen op redacties nou, ja, ik wat volg ik daarvan... u al jaren op de voet. Nou, dat zou je niet zeggen. Want dan zou je me niet, dan zou je me zeker niet vragen wat ik denk van het Sovjet-systeem. Want dat heb ik je vaak genoeg verteld. En dan hoef je dat niet hier op zo'n manier te doen. Alsof je insinueert dat ik afspraken door regeringen betaal. Adriaan, je zit er volkomen naast. Ik weet niet, als je me dit gezegd had, had ik nooit een stap in je richting gezet. Want ik heb hier geen enkele behoefte aan.
om met jou op de televisie een keer te krijgen over... Wat een smerige manier van ondervragen tussen twee haakjes. Ik vraag op geen enkele manier iets anders. Heel smerig is het. En ik hoop dat ze dit eens een keer uitzenden. Ja, ik hoop het ook. Dat is een hele valse, smerige manier... Hè, om te zeggen, door boeken te schrijven die door regeringen werden betaald. Ik die nog nooit, zelfs van Sukarno, geen cent ooit had ik het maar gedaan, denk ik wel eens achteraf. Want ik had ik weet niet wat van hem kunnen krijgen. Ik heb nooit een cent van iemand aangenomen naar durf. Zit jij je zulke smerige Club van Rome. Club van Rome. Met al uw inzet. Is dat ook een politieke inzet? Maar heeft u betaald om boeken te maken? Nooit. Geen cent. Ooit. Denk je dat? Dus misschien werk jij zo. En zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten. Ik heb nog nooit een cent van iemand gehad om een boek te schrijven. Ook niet voor mijn dagboek. Ook niet voor Bouters. Ook voor niemand. En wie dat zegt gaat onmiddellijk kort geding. Goed. We beginnen bij jou. Dan zien we elkaar voor de rechter. Meneer Oldmans, ik dank u voor dit gesprek. Heel tot je dienst, ja. Maar ik zou het gauw schrappen. Ja, dank u wel. Mag ik dat niet? My fortunes are made for the sun when it shines, finds us both in the shade. We're on the edge of time, but we'll keep on trying till we win. For we know someday we're going to be on the inside instead of the outside, always looking in. Nou, daar heb ik me 10 jaar in verdiept. Ik weet niet of jij 10 jaar naar Dallas bent gegaan... om uit te zoeken wat precies die relatie was... tussen die oliebaron en Oswald. Nou, Oswald heeft hem doodgeschoten, zeggen ze. Nou, in die 10 jaar zijn mij bepaalde gegevens bovengekomen bij die meneer. Hè? En toen die op het punt stond... om die zijn hele verhaal bij de NOS-televisie en Strengholz uitgeversmaatschappij vast te leggen, werd hij vermoord. Ja, dat nou, maakt het een beetje ja, dat maakt het voor mij heel vervelend. Ja. Ja, maar er zijn, ik geloof, 38 mensen vermoord in de Kennedy-zaak die daar te dicht bij de bron kwamen. Nou, maar het is toch een opmerkelijk verschijnsel, meneer Oldmans, dat u bij de oplossing van de moord van Kennedy klaarblijkelijk de sleutel heeft, in de hand heeft gehad? Dat wil ik niet zeggen, maar ik was er dichtbij. En daar heb ik een boekje over geschreven. Maar heeft dat uw aanzien in de wereld gegeven? Interesseert mij absoluut niet. Of jij of de wereld, wat is dat voor een snapbegrip? Het aanzien in de wereld, hoe de hel keer? Geef jij erom? Jij blijft misschien wel, maar ik niet. Ik zou vind het wel prettig om serieus genomen te worden. Ja, nou, ik dacht dat ik dat door jou ook werd. Want anders was ik hier niet naartoe gekomen. Er zijn delen van uw persoonlijkheid die ik beslist serieus neem. Ja, maar iedereen is gefragmenteerd. Freud noemt het, we zijn een collage. Er zijn ook delen waardoor u een kleurrijk, interessant verschijnsel in onze samenleving vindt. Ja. Maar dan ben ik het niet op alle punten met u eens. Daarin dat heb is ik iets nooit, anders. Meneer Oldmans, met u mooi weer over gespeeld. Dat weet u ook heel erg goed. Ja, maar luister, meneer Van Dis. Ja. Als u mij hier vraagt in uw programma... Hè, en u komt, slaat om als een blad... Hè, En zit hier dingen te verkondigen van nemen ze u serieus, et cetera. Dat is half het valt mij zo op, als ik bij wijze van spreken de tegelslichten van Henk Hofland neem. Ja. He, dan staat in dat veel critici... Maar waarom schuil je achter Hofland? Waarom praat je niet met mij? Omdat ik wil een autoriteit aanhalen die precies hetzelfde zegt. Dat men u klaarblijkelijk... Wat niet serieus dan? Lees het dan. Nou moet ik het weer wel voorlezen. Ja. Of zal ik heel als je ergens citeren. Over begint, maak het dan in God. Of zal ik Hilterman citeren? Ja, nou zal kom je weer met Hilterman. Ja, die vindt u een eerzuchtige, pathologische persoonlijkheid. Dat kan best. En zo zullen er een hele hoop zijn in Nederland die dat vinden. Maar ik vind ook een hele hoop laag, slightly geschift. Maar dat is toch geen basis voor een conversatie tussen een... more or less met een Nederlands televisiepubliek die daar naar die onzin gaan zitten luisteren. Ik wil u serieus nemen in mijn programma. Nou, ik had dat gehoopt. Dus wil ik u ook het vuur min of meer aan de schenen leggen. Ja, maar dat moet je niet zo doen, hè. Dan moet je toch van andere huizen komen. Ja, dat kunnen Want, we natuurlijk. Want als je dit op zo'n onaangename manier gaat doen, dan moet je toch... Jouw middelingsrol. Dat is jouw probleem. Maar ik geloof niet dat u zulke wereldomvattende zaken kunt doen veranderen. Is dat niet wat mag een beetje eerzuchtig? Mag ik jou eerzuchtig? Vragen, hè? Doe je
zit je hier nou stoer te doen voor een televisie? Nee, ik zit hier niet stoer te doen. Ja, kom, zeg maar dat je grootje werd. Ik ben zeer geïnteresseerd. Nee, je bent helemaal niet geïnteresseerd. Je zit hier rotzooi te maken. Dat moet je met mij niet doen. Ik heb 2 dagen geleden een uitstekend gesprek met je gehad. En dan zit je gewoon blijkbaar stoer te doen tegen redacteuren van je club. Meneer, om mij eens even lekker hier in de maling te nemen voor een televisiecamera. Je kan opdonderen, ik denk er niet over. U blijft hier zitten, we gaan door. Dat zullen we nog zien. Als je zo doorgaat, ben ik zo vertrokken. Want ik heb je niet nodig. En ik ben ook niet geïnteresseerd in je gelul. He? Van, ik geloof er geen... Dan vraag me dan geen vragen ik als je zegt dat je er niets gelooft. Ik heb in het voorgesprek met u gezegd... Ja, ja, je zit hier de boel zwaar te bezorgen. Ik heb in het voorgesprek met u gezegd dat ik het boek met plezier gelezen heb. Dat blijf ik zeggen. Ik heb u maar als je hier gaat verkondigen voor een televisiecamera... als ik je antwoord, een behoorlijk antwoord geef op een vraag... wanneer ik dat memorandum aan de Kennedy-administratie... Ik geloof dat u het memorandum hebt gegeven. Nou. Ik ontken te geloven... Ja, dat kan dat wel. Door memoranda, ik zeg meer van jou dan dat van door mij. Memoranda wereldbeslissingen worden genomen. Nou, ik vraag me ook of uw rol niet... Ik heb alleen gezegd, Nieuw-Guinea ging met zo'n kanonjaar later, dat is alles. Ja, maar dat is toch niet alleen maar door u alleen geschiet? Daar wordt toch op een breed politiek vlak over gesproken? Ja, daar zijn een stel andere mensen aan het pas gekomen nadien, ja. Maar vindt u in alle ernst en in alle respect niet dat u uw rol iets wat overdrijft? Nee, zo is het precies. Als je wacht op deel 3 of 4, dan zou je het kunnen lezen in extenso op datum en uur. Ik overdrijf niets. Wat had u mij iets als u wil? En hetzelfde geldt voor Boutersen. Hè? Jullie zitten hier allemaal op die man te schelden. En schrijven de meeste rotstukken in de kranten. En ze hebben geen flauw idee wat dat voor een man is. Ik ben er naartoe gegaan, heb 7 reizen gemaakt. Ik heb daar me goed in verdiept. En niet al a priori tegen. Hè? Zoals jij tegen mij nu zit te praten in tegenstelling met 2 dagen geleden. Maar... ik ben werkelijk me open gaan stellen voor wat wil deze man. En dat staat in dit boekje. En jammer dat je het pas eergistermiddag kreeg, want je hebt het natuurlijk niet kunnen lezen. En dan vind ik, moet je me erop aanvallen. Maar niet even op donderdagavond een boekje in de bus gegooid krijgen. En dan op dinsdagavond en dan op donderdag mij hier even denken dat je mij over Bouters in de klins kan nemen. Die vlieger gaat niet op. U heeft geen idee hoe snel een mens kan lezen. Ja, ja, maar je moest ook mijn dagboek nog even lezen wat je eergisteren kreeg. Dat heb ik niet. 200... U moet dus ophouden met voortdurend uit de school te gaan klappen over zaken die er niets mee te maken hebben. Ik heb dat dagboek een week geleden gelezen. Ik ben begonnen, meneer Van Dis, met deze onaangename toon, maar je kan me precies zo krijgen als je wil. Ik verdom het om zo hier te komen en dan daar dergelijke aanvallen te krijgen die je misschien worden ingeleperd door... Ja, man, trek je hoor. Nee, het heeft niks met zijn te maken. Je moet je gewoon eraan houden dat ik op 6 april 1961 op het Witte Huis ben geweest in Washington. Het is allemaal geschreven in dat dikke boek wat je hebt, Vaderland Getrouw, bij Walt Whitman Rostoff. Daar een memorandum van 12 pagina's heb overhandigd wat nou in de Kennedy Library zit. En op dat moment is de Kennedy-regering omgegaan. En dat weet je, dat had je moeten weten, anders had je dit gesprek niet moeten voorbereiden. Ja, dat had ik moeten weten, maar ik lees het en ik moet erom glimlachen. Ja, glimlach je maar, maar het dossier ik geloof zit in de er geen ene fluit van. Ik geloof wel in die bemiddelingsrol. Dat is jouw probleem. Maar ik geloof niet dat u zulke wereldomvattende zaken kunt doen veranderen. Is dat niet wat mag een beetje aan de eerzuchtig? Zit je hier nou stoer te doen voor een televisie? Nee, ik zit hier niet stoer te doen. Ja, kom, zeg maar dat je grootje werd. Ik ben zeer geïnteresseerd. Nee, je bent helemaal niet geïnteresseerd. Je zit hier rotzooi te maken. Dat moet je met mij niet doen. Ik heb 2 dagen geleden een uitstekend gesprek met je gehad. En dan zit je gewoon blijkbaar stoer te doen tegen redacteuren van je club. Meneer, om mij eens even lekker hier in de maling te nemen voor een televisiecamera. Je kan opdonderen, ik denk er niet over. U blijft hier zitten, we gaan door. Dat zullen we nog zien. Als je zo doorgaat, ben ik zo vertrokken. Want ik heb je niet nodig. En ik ben ook niet geïnteresseerd in je gelul. He? Van, ik geloof er geen... Dan vraag me dan geen vragen ik als je zegt dat je er niets gelooft. Ik heb in het voorgesprek met u gezegd... Ja, ja, je zit hier de boel zwaar te bezorgen. Ik heb in het voorgesprek met u gezegd dat ik het boek met plezier gelezen heb. Dat blijf ik zeggen. Ik heb u maar als je hier gaat verkondigen voor een televisiecamera, als ik je antwoord, een behoorlijk antwoord geef op een vraag, wanneer ik dat memorandum aan de Kennedy-administratie... Ik geloof dat u het memorandum hebt gegeven. Nou. Ik ontken te geloven... Ja, dat kan dat wel. Door memoranda, ik zeg meer van jou dan dat van door mij. Memoranda wereldbeslissingen worden genomen. Nou, ik vraag me ook of uw rol niet... Ik heb alleen gezegd, Nieuw-Guinea ging met zo'n kanonjaar later, dat is alles. Ja, maar dat is toch niet alleen maar door u alleen geschiet? Daar wordt toch op een breed politiek vlak over gesproken? Ja, daar zijn een stel andere mensen aan het pas gekomen nadien, ja. Maar vindt u in alle ernst en in alle respect niet dat u uw rol iets wat overdrijft? Nee, zo is het precies.
Als je wacht op deel 3 of 4, dan zou je het kunnen lezen in extenso, op datum en uur. Ik overdrijf niets. Wat had u mij iets als u wil? En hetzelfde geldt voor Boutersen. Hè? Jullie zitten hier allemaal op die man te schelden en schrijven de meeste rotstukken in de kranten en ze hebben geen flauw idee wat dat voor een man is. Ik ben er naartoe gegaan, heb 7 reizen gemaakt. Ik heb daar me goed in verdiept en niet al a priori tegen, hè? Zoals jij tegen mij nu zit te praten in tegenstelling met 2 dagen geleden. Maar ik ben werkelijk me open gaan stellen voor wat wil deze man. En dat staat in dit boekje. En jammer dat je het pas eergistermiddag kreeg, want je hebt het natuurlijk niet kunnen lezen. En dan vind ik, moet je me erop aanvallen. Maar niet even op donderdagavond een boekje in de bus gegooid krijgen en dan op het gewicht betrokken. Ja, ik heb het over het huidige Suriname, de corruptie. Het huidige Suriname. Ja, maar weet je wat ik nou zo pathologisch vind van dit soort vragen? Ja. Waarom stel je deze vragen nou niet eens aan mevrouw Schoo? Als mevrouw Schoo hier komt, hebben we het over. Maar ik heb het nu met meneer Overmans. Want diezelfde. Ja, maar je stelt mij dus een vraag, hè? Over dictators en regimes waar gemoord en geplunderd wordt. Ja. Nou, nee, Indonesië. Ja. Ja. Waar Suharto eerst 500.000 mensen koud gemaakt heeft, daarna alles wat op democratie lijkt al 20 jaar met voeten treedt, daar pompen we miljarden guldens in. Gisteren stond in de NRC dat Amnesty International ervan overtuigd is dat het Indonesische leger martelt en plundert. Hm. En we sturen haar majesteit de koningin. En lunch gaat. Ik bedoel, wat maar wil je vind nou? Het volgende. En dan zijn er 15 doden gevallen in Suriname en we hebben de hik. Ja. Het slaat nergens op. Nee, maar het is, vindt het is u, meneer Oltmans. Psychiatrisch. Luister eens even, meneer Oltmans. Ja, vindt u. Meneer Van Dis. Dat de ontwikkelingshulp in Indonesië stopgezet moet worden? Die had er nooit moeten wezen, natuurlijk. Goed, waar klaagt u dan over dat de ontwikkelingshulp naar Suriname is stopgezet? Er was een verdrag gemaakt met Suriname, ja, waarin bepaalde omdat dingen stonden die niet mochten overtreden worden. Die zijn overtreden, dus dan krijgen ze geen geld meer. Dat, nou, dan heb je het niet gelezen, maar dat is weer. Tot op de kleine lettertjes toe, meneer Oltmans. Er is in het verdrag met Suriname geen enkele clausule opgenomen over opzeggen van dat verdrag. Geen enkele. Nederland heeft het eenzijdig opgezegd. Op gronden die absoluut geen steek houden. Dat staat voor. Nee, dat staat er helemaal niet. Als ze het voorbrengen voor het Internationale Hof van Justitie, wint Suriname het. Want Nederland heeft de verplichting op zich genomen om dat aan Suriname te geven. Het is kletsende ruimte wat je zegt. En het weet ook iedereen. Maar de Nederlandse regering is blijkbaar niet overtuigen. Ja, maar laten we. En er zijn ook stemmen in Suriname die er niet voor. In de patentezels die nu weer het Nederlandse beleid in Suriname in elkaar draaien, daar kan ik niet, ben ik niet verantwoordelijk voor. Hè? Waarom de Nederlandse regering dit doet, is mij niet duidelijk in ieder geval. Maar acht u dat nou de rol van een journalist om bijvoorbeeld te bemiddelen tussen twee landen, om met ambassadeur Hoekman destijds in Suriname gevestigd te spreken over betere contacten? Ja, vind ik heel belangrijk. Ja. Maar bent u, dan niet meer het terrein van de diplomatie dan van de journalistiek? Wat wil je nou doen? Wil je nou een vraag stellen of 12 tegelijk? Laten we er nou 1 tegelijk behandelen. Goed. Hè? Goed. Past dit binnen het terrein van de journalistiek? Dat vind ik dus wel. Want als er dus een situatie is met Indonesië of met Suriname, waarin de diplomatieke betrekkingen zijn verbroken. Hè, en al die rotzakken die hebben niet de moeite genomen om naar Boutersen zelf toe te gaan. Die schrijven over Boutersen. Heb jij Gaspard de la Nuit van Ravel? Ik zei ja. Dus ik ging die plaats zoeken en ik draaide hem. En toen zat ze te luisteren. En toen zei ze, dat is geen Fransman die dat speelt. Dat trof me zeer, want het was Walter Gieseking. Hè? En ik dacht toen, mijn moeder was toen 77. Dat is toch frappant. Hè? Ik leerde haar eigenlijk op haar 70 toch nog. Ik was daarvan onder de indruk dat ze zo zuiver dat kon horen. Hè? Nou, dat zijn dingen. Als ik dat niet had. Dus nog maar, je vroeg een voorbeeld. Dit schiet me nou te binnen. Als je dat opgeschreven hebt, omdat het je gefrappeerd heeft, dan is dat iets. Voor mij was het heerlijk om dat terug te kunnen lezen, begrijp je? Ze is er al lang niet meer en ik vond dat een mooi moment. Het reden dat uw moeder niet meer leeft, is dat ook een beetje de reden waarom u nu met uw memoires komt? Nee, heeft er helemaal niks mee te maken. Ik heb nu even tijd. En ik vind, je moet tot je. Ik geloof, Sartre heeft Les Mots ook geschreven op zijn 60. Ik geloof, je à un certain âge, c'est Thibault. On ouvre la bouteille, on ferme le pantalon.
Je gaat op een gegeven... Nou, ik wil niet zeggen Nee, dat doe ik niet. Maar je komt dus op een gegeven moment, op een punt, dat je denkt, nou ga ik het eens terugkijken. En dat, die Pandora's box heb ik nu geopend. En ik ben erg blij dat je dat met genoegen hebt gelezen. Ik ben benieuwd naar de 11 delen en vooral waarin u dan uw politieke openbaringen geeft. Ja, nu gaat Sukarno arriveren. Hè? Ik bedoel, nu, hier moest ik even doorheen, want je moet een fundament maken. Je kan niet iets blauw en inijn beginnen met, ik kwam Sukarno 10 juni 1956 in Rome tegen. Ik moest even dit maken eerst. Maar ik hoop van harte dat het interessant wordt. U heeft blijkbaar de tijd ervoor, want ik heb begrepen uit een artikel in NRC Handelsblad dat u de journalistiek verlaten heeft. Ja, dat stinkende artikel en van de mag ik even uitpraten? Dat u de journalistiek verlaten heeft en dat u zich gaat vestigen als consultant. Ja, allemaal geklets. En ik zal je wat vertellen. Hè. Die meneer van de NRC is natuurlijk een boef. Het betreft hier een artikel van een collega van mij, de heer Van der Zee, correspondent in de Verenigde Staten. Oh, is het een collega? Die u ontmoet heeft aan een zwembad in... Ja, luister, als je met Suriname. Een zwembad zit, hè, ja? Dan hoef je dat toch niet de volgende dag in groot opgemaakt op een voorpagina van de NRC te vinden van het bijvoegsel. Dat was toch een beetje kras. Maar de dingen die u hem daar zei... Klopt. Dat u zich als consultant ging vestigen. Dat u voor Boutersen ging werken. Dat u een bananenplantage... Voor Boutersen ging werken? Nou ja, adviseren. Dat is toch een zeker... Wie? U? Nee, dat was professor Albedijk. Ja, niet alles door elkaar. Ja, dat doe jij. Nee. Het is ook een feit dat u in opdracht... Of de CIA wilde via Greet Hofmans koningin Juliana wippen. Het vervelende is, durf ik te constateren... dat het veelal oncontroleerbare feiten zijn. Nou, als je nou met die Kennedy-zaak, hè, waar die Texas Oil People, hè, de meest intieme vriend van Oswald was dus een Russische oliemagnaat, graaf de Morenschild. Hè. Nou, daar heb ik me 10 jaar in verdiept. Ik weet niet of jij 10 jaar naar Dallas bent gegaan... om uit te zoeken wat precies die relatie was... tussen die oliebaron en Oswald. Nou, Oswald heeft hem doodgeschoten, zeggen ze. Nou, in die 10 jaar zijn mij bepaalde gegevens bovengekomen bij die meneer. Hè? En toen die op het punt stond... om zijn hele verhaal bij de NOS-televisie en Strengholz uitgeversmaatschappij vast te leggen, werd hij vermoord. Ja, dat maakt het een beetje ongeveer. Ja, dat maakt het voor mij heel vervelend. Ja, maar er zijn, ik geloof, 38 mensen vermoord in de Kennedy-zaak die daar te dicht bij de bron kwamen. Nou, maar het is toch een opmerkelijk verschijnsel, meneer Oswald, dat u bij de oplossing van de moord van Kennedy klaarblijkelijk de sleutel in de hand heeft gehad? Dat wil ik niet zeggen, maar ik was er dichtbij. En daar heb ik een boekje over geschreven. Maar heeft dat uw aanzien in de wereld gegeven? Interesseert mij absoluut niet. Of jij of de wereld, wat is dat voor een snapbegrip? Het aanzien in de wereld, hoe de hel cares? Geef jij erom? Jij blijft misschien wel, maar ik niet. Ik vind het wel prettig om serieus genomen te worden. Ja, nou, ik dacht dat ik dat door jou ook werd. Want anders was ik hier niet naartoe gekomen. Er zijn delen van uw persoonlijkheid die ik beslist serieus neem. Ja, maar iedereen is gefragmenteerd. Freud noemt het, we zijn een collage. Er zijn ook delen waardoor u een kleurrijk, interessant verschijnsel in onze samenleving vindt. Ja. Maar dan ben ik het niet op alle punten met u eens. Daarin dat heb is ik iets nooit, anders. Meneer Oldmans, met u mooi weer over gespeeld. Dat weet u ook heel erg goed. Ja, maar luister, meneer Van Dis. Ja. Als u mij hier vraagt in uw programma... Hè, en u komt, slaat om als een blad... Hè, En zit hier dingen te verkondigen van nemen ze u serieus, et cetera. Dat is half het valt mij beetje zo op, als ik bij wijze van spreken de tegelslichten van Henk Hofland neem. Ja. He, dan staat in dat veel critici... Maar waarom verschuil je achter Hofland? Waarom praat je niet met mij? Omdat ik wil een autoriteit aanhalen die precies hetzelfde zegt. Dat men u klaarblijkelijk... Wat niet serieus dan? Lees het dan. Nou moet ik het weer wel voorlezen. Of zal ik heel Als je ergens over begint, maak het dan in godsnaam. Of zal ik Hilterman citeren? Ja, nou kom je weer met Hilterman. Ja, die vindt u een eerzuchtige, pathologische persoonlijkheid. Dat kan best, en zo zullen er... Goed. Past dit binnen het terrein van de journalistiek? Dat vind ik dus wel.
Want als er dus een situatie is met Indonesië of met Suriname, waarin de diplomatieke betrekkingen zijn verbroken. Hè, en al die rotzakken die hebben niet de moeite genomen om naar Bartels zelf toe te gaan. Die schrijven over Bartels, die kletsen over Bartels en die weten geen moer van die man af. Nou, waarom ik de enige ben geweest die wel naar Sukarno gegaan is, weet ik niet. Daar kan ik ook verder niks aan doen. Maar ik ben wel naar Sukarno gegaan en heb een hele goede betrekking met hem. En ik heb gelijk gekregen. Nieuw-Guinea is overgedragen. Goed. Ja, maar toch niet nu, dankzij u. Met Bartels, nou, dat moet je het eens goed lezen. Maar dat doe je niet. Maar dat doe je niet. Ik vind het een charmant trekje, hoor. Nee, het heeft niks met charmant te maken. Je moet je gewoon eraan houden dat ik op 6 april 1961 op het Witte Huis ben geweest in Washington. Het is allemaal geschreven in dat dikke boek wat je hebt, Vaderland Getrouw, bij Walt Whitman Rostoff. Daar een memorandum van 12 pagina's heb overhandigd, wat nou in de Kennedy Library zit. En op dat moment is de Kennedy-regering omgegaan. En dat weet je, dat had je moeten weten, anders had je dit gesprek niet moeten voorbereiden. Ja, dat had ik moeten weten, maar ik lees het en ik moet erom glimlachen. Ja, glimlach je maar, maar het dossier ik geloof er geen ene fluit van. Ik geloof wel in die bemiddelingsrol. Dat is jouw probleem. Maar ik geloof niet dat u zulke wereldomvattende zaken kunt doen veranderen. Is dat niet wat mag een beetje aan de eerzuchtig? Zit je hier nou stoer te doen voor een televisie? Nee, ik zit hier niet stoer te doen. Ja, kom, zeg maar dat je grootje werd. Ik ben zeer geïnteresseerd. Nee, je bent helemaal niet geïnteresseerd. Je zit hier rotzooi te maken. Dat moet je met mij niet doen. Ik heb 2 dagen geleden een uitstekend gesprek met je gehad. En dan zit je gewoon blijkbaar stoer te doen tegen redacteuren van je club. Meneer om mij eens even lekker hier in de maling te nemen voor een televisiecamera. Je kan opdonderen, ik denk er niet over. U blijft hier zitten, we gaan door. Dat zullen we nog zien. Als je zo doorgaat, ben ik zo vertrokken. Want ik heb je niet nodig. En ik ben ook niet geïnteresseerd in je gelul. He? Van, ik geloof er geen... Dan vraag me dan geen vragen ik als je zegt dat je er niets gelooft. Ik heb in het voorgesprek met u gezegd... Ja, ja, je zit hier de boel zwaar te bezorgen. Ik heb in het voorgesprek met u gezegd dat ik het boek met plezier gelezen heb. Dat blijf ik zeggen. Ik heb u maar als je hier gaat verkondigen voor een televisiecamera, als ik je antwoord, een behoorlijk antwoord geef op een vraag, wanneer ik dat memorandum aan de Kennedy-administratie... Ik geloof dat u het memorandum hebt gegeven. Nou. Ik ontken te geloven... Ja, dat kan dat wel. Door memoranda, dat meer van jou dan dat van door memoranda wereldbeslissingen worden genomen. Nou, ik vraag me ook of u uw rol niet... Ik heb alleen gezegd, Nieuw-Guinea ging naar Sukarno een jaar later, dat is alles. Ja, maar dat is toch niet alleen maar door u alleen geschiet? Daar wordt er op een breed politiek vlak over gesproken. Ja, daar zijn een stel andere mensen aan het pas gekomen nadien, ja. Maar vindt u in alle ernst en in alle respect niet dat u uw rol iets wat overdrijft? Nee, zo is het precies. Als je wacht op deel 3 of 4, dan zou je het kunnen lezen. In extenso, op datum en uur.